Het aantal WW-uitkeringen in Friesland is nog steeds stijgende. In januari nam de WW in onze provincie opnieuw toe tot ruim 21.500 uitkeringen. Eind januari dit jaar telde Friesland 21.547 WW-uitkeringen. Het aantal in Friesland steeg in januari met 6,2%. Dit is een stijging van 1.263 uitkeringen. Ten opzichte van vorig jaar verstrekt de UWV in Friesland ongeveer evenveel WW-uitkeringen. Hoewel er sprake is van economisch herstel, blijkt dit niet uit de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen. Deze laat sinds enige maanden weer een stijgend verloop zien. Naast normale, jaarlijks terugkerende seizoenseffecten speelt de invoering van de wet Werk en Zekerheid hierin een rol. Door deze wetswijziging is het eerder lonend om vanuit de WW te gaan werken voor een lager salaris. Mensen die tegen lage loon gaan werken behouden een aanvulling uit de WW. Bovendien wordt het recht op uitkering pas beëindigd wanneer vaststaat dat er volgens de wet voldoende inkomsten zijn. Hierdoor blijft een groeiende groep langer meetellen in de WW-cijfers.